Ik ben Carina van Kouter. Ik kom uit Herzelen, verkozen in de kieskring Oost-Vlaanderen voor Open VLD. En ik ben dus nieuw verkozen Vlaams parlementslid. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel vanuit een breed maatschappelijk engagement en toch wel af en toe ook een onrechtvaardigheidsgevoel, waarbij ik de problemen niet wil onderstrepen, maar de dingen graag wil aanpakken en beter maken voor de burgers. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, ik ben uiteraard ook eerst mijn stem gaan uitbrengen en dan vervolgens samen met de familie de middag doorgebracht. En dan de medewerkers en de sympathisanten lokaal bij ons in de afdeling gaan opzoeken. Traditiegetrouw komen met alle medewerkers van Open VLD samen in een lokaal. En dan volgen we de verkiezingsuitslag en dan in de vooravond ben ik naar Brussel gekomen. Bent u tevreden met het resultaat? Uiteraard hadden we liever een beter resultaat neergezet dan de stemmen die we behaald hebben. Maar persoonlijk en ook voor onze partij in Oost-Vlaanderen en voor mezelf ben ik tevreden dat toch nog veel mensen, heel veel burgers, voor Open VLD hebben gekozen. Ik hoop dat zij gekozen hebben vanuit de overtuiging dat naast vrijheid, verantwoordelijkheid de maatschappij beter kan maken. En waar ik het meest in ontgoocheld ben, is dat toch 15% van onze burgers hebben afgehaakt door blanco of helemaal niet te gaan stemmen. En dat is echt wel bijzonder jammer, omdat ik vind dat iedereen moet mee zijn, ook bij het verkiezen van diegenen die het land moeten besturen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wel, het zal wennen zijn. Ik verlaat het federaal parlement en ik kom naar het Vlaams parlement. Maar ook hier ga ik heel wat thema's terugvinden die mij boeien. Hè. Sommige mensen begrijpen dat niet helemaal. Ze zeggen, ja, van u vanuit het federaal parlement en justitie, dat was toch jouw ding. Dat is ook waar en dat zal voor een stukje ook zo zijn op het Vlaamse niveau. Heel wat van de bevoegdheden zijn met de zesde staatshervorming overgeheveld naar Vlaanderen. Hè. De uitvoering van straffen, opvolging van veroordeelden, van voorwaarden. De justitiehuizen, de justitieassistenten, ja, dat is nu, die resorteren onder de bevoegdheid van Vlaanderen. En ik denk dat we hier echt wel een tandje kunnen bijsteken en beleidsmatig en ook qua uitvoering heel wat werk kunnen verrichten. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik heb dat steeds gedaan. Ik ben advocaat en ik zal dat ook blijven. Omwille van velerlei redenen. Eerst en vooral om de vinger aan de pols te houden bij de samenleving. Je ziet heel veel mensen en je merkt ook wat er leeft bij mensen, wat hun bezorgdheden zijn, wat hun betrachtingen zijn. En dat is denk ik nodig als politicus, dat je die dagelijkse contacten hebt. En anderzijds omwille van het feit dat ik op die manier toch ook financieel onafhankelijk ben van politiek. En dat is belangrijk. Ik zal mij niet laten leiden tot iets wat ik niet in overeenstemming kan brengen met mijn geweten en de liberaal die ik ben. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, dat is, die is toch wel groot. Bij ons is het is misschien moeilijk een onderscheid te maken tussen, als ik nu naar mezelf kijk, tussen de politicus en de mens die ik ben. Politiek, dat maakt dag in dag uit, deel uit van mijn leven. Dat betekent dat er heel veel dingen aan inschieten, onder meer sport, actieve sport, actief sporten. Ja. Daar heb ik heel weinig tijd voor. Ook de kinderen, nu niet meer, want zij zijn jongvolwassenen en zij hebben het goed gedaan. Het zijn twee gelukkige mensen, denk ik. Maar op het moment dat ze kleiner waren, dan hebben ze hun mama, denk ik, heel vaak gemist. En dan, mijn partner ook. Gelukkig misschien hebben wij dezelfde keuzes en interesse. Johan is burgemeester in onze gemeente. Dus dat maakt dat hij heel goed begrijpt dat aan politiek doen, dat geen
job is die je doet van 9 tot 5. Maar dat vanuit een idealisme iets is waar je dag in dag uit mee bezig bent. En dat je ook meeneemt aan de keukentafel. Bij ons gaat het heel vaak over maatschappelijke thema's. En hoe bijvoorbeeld sport mensen verbindt, de regels stelt. Jonge mensen uit zin kan geven in het leven. Armoedebestrijding en dan merk je ook vaak dat je dingen met elkaar kan vanuit het lokale niveau kan op een hoger niveau tellen en ja, dat je vaak integraal kan werken, dat de gemeente samen met hogere overheden oplossingen kan uitwerken. Het moet niet allemaal van één en dezelfde overheid komen, maar het is door samen te werken. En dat geldt in België zo, in Vlaanderen zo en ook op gemeentelijk niveau samenwerken over de partijgrenzen ook, maar buiten en boven de bestuursniveaus, integraal uit de hokjes. Ja, dat doen wij in ons leven. Het is allemaal vermengd. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ja, dat is een moeilijke, hè. Ik denk dat de kiezer je altijd afrekent op hoe het geweest is in de voorbije periode. Mensen kiezen, denk ik, hebben vertrouwen uit wat je hebt gedaan de voorbije jaren. Daar hebben ze vertrouwen in geput. En dan hangt het ook af van wat je voorstelt, wat jouw programma is naar de volgende verkiezingen toe. Zo brengen mensen hun stem uit, maar dat was niet precies de vraag. Dus ik ga heel concreet antwoorden op uw vraag. Mij mag me afrekenen op de wijze waarop ik mij heb ingezet voor de bevoegdheden die mij worden toebedeeld. Want ja, politiek is een groepsport, dus het zal afwachten zijn welke thema's mijn thema's zullen worden binnen de Open VLD-fractie. En dan moet ik misschien eens terugkomen om dat heel concreet te maken en daar een duidelijk engagement rond te formuleren.